Gunnen staat je goed, haten staat je vies. Hallo lieve mensen, welkom bij een nieuwe video. Dit is Max, die kennen jullie waarschijnlijk wel al als je vaker mijn video's hebt gezien. En of ze mij kennen. Ja, want vandaag gaan we deel 2 doen van Max leest nare comments voor en reageert daarop. Dat hebben we al eens eerder gedaan en dat was een succes. Kan zoiets een succes worden? Weet ik niet eigenlijk. Weet ik niet, maar er waren heel veel aanvragen om het weer te doen. Ja, dus bij deze, er zijn in die tijd best wel weer wat nare comments gekomen. Dus ik heb ze voor jou verzameld en veel plezier ermee. Ja, we gaan dit keer voor kwaliteit over kwantiteit. Nou, take it away! Ja, ik heb even een speakbriefje nodig af en toe, dus ik moet af en toe even kijken. Nask _ love my life komt met 2 comments. Want het is wel even belangrijk dat bepaalde dingen gewoon goed geduid worden. Comment 1, ik haat Max. Comment 2, Marije, dit is voor Max, ik haat jou, dank je dat ik dat mocht zeggen. Marije, jouw filmpjes zijn leuk. Ik vind het heftig. Beste Nask. Huh? Helikopters jongens, hier in de ghetto kan je niet stoppen als er een helikopter overvliegt. Het is gewoon, this is life. Thug YouTube life. Beste Nask, love my life. Dit is wel een van de meest verwarrende comments die ik in mijn lange internetcarrière heb mogen meemaken. Je hebt een naam die blijheid uitstraalt. Als ik naar je foto kijk, zie ik hele blije meisjes. En ondertussen spuit je een berg haat waar ik IS van zou zeggen. Nou, kom, zo erg is dat nog niet. Ik weet dat niet iedereen mij leuk kan vinden. En dat wil ik ook helemaal niet. Maar lieve Nask, haat ook echt? Ik zou je willen vragen nog eens terug te komen met een kleine uitleg over je comments, zodat ik het ook kan begrijpen. Het is 2018, lieve Nask. Gunnen staat je goed, haten staat je vies. Gaat het? Gollum doet nare comments. Irma van der Heijden. Ik vind het echt te zielig. Die Max probeert zulke slechte grappen te maken zoals eiwit. Hahaha. Ik vind deze video echt kut. Het gaat niet eens alleen over mij. Het gaat gewoon heel over dit gebeurt alles. Irma is geen... Maar... Ik vind het wel goed. Dit is top. In ieder geval is Irma open en eerlijk. Ze heeft een foto en alles. Ze probeert zelfs uit te leggen waarom haar mening zo is zoals die is. En dan mag je dat voor mij doen. Geen haat Irma, you're doing it right. Zelf vind ik het wel jammer dat ik niet precies weet over welke grap dit gaat. Want dan had ik er even op in kunnen gaan. En kijk Irma, het zit zo. Je hebt gelijk. Ik maak heel veel grappen. En daar doe ik mijn best voor. En dat is een hoop werk. Er is kwantiteit nodig om kwaliteit te bereiken. Soms gaat het scheef en lukt het niet. Het zou natuurlijk kunnen dat het in dit geval ook misging en dat de grap gewoon helemaal niet goed was. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat jij gewoon een zuur wijf bent, Irma. We weten het echter niet, dus we kunnen die mogelijkheid niet uitsluiten. Jammer. Gelukkig voor jou en mij en iedereen die wel van grappen houdt, dat ik druk aan het werk ben met een boekje over grappen en humor. Dat is geheim. Jullie horen het nu voor het eerst. Dus, Irma, ik denk dat we al bij u wel weten wat jij voor Sinterklaas gaat halen, hè? We hebben Indie TV die vraagt... Is Max een halve Downy? Geen haat. Dank voor de input en de vraag. Die we dus niet als haat dienen te interpreteren. Op het moment dat het dan geen haat is en dus niet over subjectieve oordelen gaat, is het dus een definitievraag, denk ik. Laten we even onze wetenschapsbril erbij pakken. Zo. Je doelt met Downy overduidelijk op een persoon met Down-syndroom. Wiki zegt daar het volgende over en ik quote. Het syndroom van Down of trisomie 21 is een aangeboren afwijking die gepaard gaat met een verstandelijke beperking. Typerende uitwendige kenmerken en bepaalde medische problemen. Die veroorzaakt wordt doordat het erfelijk materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt in plaats van in tweevoud. Lieve Indy, aangezien dat chromosoom bij mij niet in drievoud voorkomt, maar in tweevoud, zoals bij de meeste mensen, ben ik dus geen halve Downie, maar 2/3. Tot zo. Claudia Stuut. Wat een gezeik over Max zegt, jeetje, doe eens even normaal zeg, is wel een echt persoon hoor waar je tegen praat. Ah, je hebt een hoop lieve dingen gehoord van het internet en mensen zeggen altijd wel aardige dingen, maar dit is de eerste keer dat iemand mij een echt persoon noemt. Dit moet een beetje zijn hoe Pinocchio zich voelde. I'm real. I'm a real boy! Daisy Bartels. Je hebt wel een sexy vriend. En dan heel veel lachsmileys. Precies Daisy. Dat dan weer wel. Marie van Dijk. Sorry, maar Max is lelijk. Ah, yes. De klassieke, sorry, maar. I'm not trying to be rude, but hey pretty girl, I'm feeling you. Lieve Marie,
I don't mean to be rude, but everything about this comment makes me want to go fuck you. Van je spelling, tot je ontbrekende foto, tot wel je echte naam gebruikt, je doet echt alles. Neem niet weg dat ik iedereen haar mening gun, maar ik verwacht wel dat kijkers die genoeg hebben gezien om met dergelijke input te komen, ook beseffen dat je bij mij niet aan moet komen met een stom zinnetje in dit statement en dan niet krijgen de wind van voor. Ik ben heel benieuwd naar jouw eigen Brad Pitt. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw eigen verblindende schoonheid die het recht geeft te oordelen over anderen op deze manier. Ik ben heel benieuwd naar de diepe gesprekken die je kunt voeren met iemand die op internet reageert zoals jij dat hier doet. Je bent een parel en een aanwinst voor de wereld, Marie. Dank je. En ja, je vriend is echt stom. Zelfs stom. Met je dingen en zo. Zover aflevering 2 van mijn nare comments. Ik heb er weer van genoten en kan niet wachten meer van jullie gal over me heen te krijgen in de komende maanden. Hou je vooral niet in, lieve kijkmuiskindertjes. Opa kan het hebben, hoor. Nou, dit was deel 2. Laat vooral even een reactie achter met wat liefde of misschien gewoon nog wat meer haat voor Max. En ja, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En